Het Rembrandt Theater staat alweer 2 jaar leeg. Wat zou de nieuwe bestemming moeten zijn? Wij peilden een aantal Arnhemmers. Appartementen lijkt me een prima oplossing. Goed voor de levendigheid. Meer bewoning in de binnenstad is een goede zaak. En dan wel als er appartementen inkomen, met ook naar de spoorhoek gericht. Dus dat die achterkant niet een achterkant is, maar als het ware ook een voorkant. En dat is belangrijk voor de leefbaarheid van de wijk. Ik kom zelf uit het kickbox gebeuren. MMA vind ik ook mooi, het Amerikaans. En als ik denk aan dit theater, denk ik van ja, dat zou wel een mooie tempel zijn voor gala's. Er is een grote doelgroep denk ik wel in Arnhem voor die spot. Met een beetje gemeentesubsidie best goed komen, denk ik. Mijn vriend en ik hadden het er laatst nog over. Wij dachten dat het wel gaaf zou zijn om er een soort club van te maken waarin elke zaal een ander genre muziek heeft, zodat er voor iedereen iets is. Dat je gewoon een toegangsticket betaalt voor het naar binnen gaan en vanaf daar gewoon allemaal verschillende soorten muziek hebt. Kwam je vaak in Rembrandt? Nee, eigenlijk nooit. Ik ben er 1 of 2 keer geweest, echt niet vaak. Misschien iets van een club, discotheek, kroeg, hotel misschien, zoiets? Iets in ieder geval, het is een mooi pand. En wat vind je van de buitenkant? Ja, kan mooier natuurlijk, maar het wordt nou natuurlijk ook niet onderhouden. Maar ik vind het er prima uitzien. Wat vind je van het gebouw? Ik vind het een heel mooi groot pand en ik denk dat je er heel veel mee kan. Omdat er gewoon heel veel zalen zijn en het zou heel vet zijn om iets nieuws in Arnhem te hebben. Want heel veel dingen maken we al dubbel. Bijvoorbeeld heel veel cafés hebben we al. Heel veel andere dingen. We hebben gewoon heel veel dingen dubbel. Bioscopen ook. Dus het lijkt me wel vet om gewoon iets heel erg nieuws erin te hebben, zodat Arnhem ook weer iets nieuws heeft. Ik vind het een prachtig gebouw. Het is ook een monument. Typisch voor de jaren 50. Heel mooi, mooie architectuur. Ergens in de jaren 90 zijn er 2 of 3 etages bovenop gezet. Dus dat hield verband met de uitbreiding van de bioscoop. Meer zalen. En eigenlijk is dat ook een hele mooie toevoeging geworden. Er zijn ook geluiden die zeggen, misschien is het iets voor een museum. En ik denk dat dat ook een hele mooie bestemming zou zijn. Heb jij een band met het Rembrandt Theater? Ja, mijn opa en oma hebben er gewerkt. Dus ik vind dat er weer een nieuwe bioscoop in gemaakt moet worden. Ja, we hebben nu al Pathé bij het station. Ja, maar ze hebben nu ook het Focus Theater waar bijna geen animo over is. Dus ik vind dit gewoon de ideale plek om een nieuwe bioscoop in te laten komen. Hebben we al niet te veel bioscopen in Arnhem? Nee, kan nooit te veel zijn.